Welkom in onze glazen stembokaal. Wat vindt u ervan? Wel, dat is uh, ja, een unieke ruimte. Het is de eerste keer dat ik in zo'n glazen box zit. Mm -hmm. Ja, en dit hier in onze gloednieuwe, op onze gloednieuwe redactie. Hoe gaat het met u? Oh, ik mag niet klagen. Ik zeg altijd: ik ben gematigd tevreden in het leven. Dus dat is vandaag ook zo. Heeft u stress? Ik denk niet dat dat zou helpen om hier in en uit die box te geraken. Hoe gaat het in uw gemeente? In mijn gemeente denk ik dat het allemaal redelijk goed gaat. We, we voeren daar al een beleid van meer dan 30 jaar ongeveer en alles gaat rustig zijn hang. Ja, u bent burgemeester al 30 jaar. Volgend jaar gaat u dat vieren? Goh, wij zijn niet speciaal voor vieringen. Laat ons zeggen, we gaan eerst de, de verkiezing afwachten. Dat zal belangrijker zijn. Eerst de verkiezing afwachten. Kent u elke inwoner na 30 jaar? Ik ken niet alle inwoners, maar ik ken tamelijk veel inwoners. Dat is uh, geen enkel probleem. Mm -hmm. Hoe spreken de inwoners u aan? Spreken ze u aan met... Uh... Oh, er zijn er die zeggen burgemeester, er zijn er die zeggen Koen. Uh, ja, heb van alle soorten, hè. van verschillende soorten aanspreektitels. Burgemeester, kijk eens achter u. Ja, ik moet niet achter mij kijken. Ik, ik zie het hier uh, in de spiegel. De Catalaanse vlag? Ja, mij bekend. Waarom? Uh, wel, uh, wij hebben een nieuwe cava gelanceerd in Denterhem voor onze officiële recepties. En een hoge vertegenwoordiger van Catalonië, zijnde de president Puigdemont, heeft deze cava komen introduceren op ons gemeentehuis. En uh, waarom hebben jullie dat gedaan? Wel, dat was echt. Toevallig, omdat dus meneer Puigdemont in het land was, dat het een Catalaans product was, dat zeer belangrijk is en dat dus nu gelinkt is aan onze gemeente, en wij vonden het een hele eer om zo een hooggeplaatst persoon, een president eens te gast te kunnen hebben. Ik denk dat de mensen zich u vooral als uh, liefhebber van Puigdemont zullen herinneren nu. Liefhebber is een groot woord, maar die man kwam zeer sympathiek over en hij heeft dat zeer goed gedaan. En de bevolking vond dat een goede zaak dat er eens een dergelijk iemand naar onze gemeente kwam. Oké, okay, burgemeester. Wim heeft een vraag voor u. Waarom zijn er zo weinig bushokjes in Dendergem? Wel, het aantal bushokjes gaat in stijgende lijn. Dus er moeten er nog een tweetal bij komen. Daarvoor zijn we in onderhandeling met de lijn. En ik geloof dat die vergadering volgende week plaatsgeeft. En dan moet er nog een bushokje in Wakken bijkomen. En dat gaat met de werken aan de doortocht samen met AWV, die binnen een tweetal jaar gepland zijn. En dan op, gebied van, ja. op gebied van bushokjes denk ik dat we dan volledig zullen zijn. Hoeveel zullen er dan zijn in Dintergem? God, ik weet niet van buiten, een zestal of zo. Ja, oké. Okay. Proficiat, als een van de enige gemeenten bent u schuldenvrij. Dat is goed. Ja. Maar financieel wacht u wel een zware dobber, want dat was toch ook waar heel wat vragen over binnenkwamen. Mensen die in het centrum van Dentergen wonen, die blijven zich zorgen maken. Er passeert daar nu heel wat doorgaand verkeer, zware vrachtwagens, door het centrum dat de E17 op moet. Jullie plannen een nieuwe weg, maar het agentschap wegen en verkeer, dat is de overheid, wil niet meehelpen betalen, omdat uit een studie blijkt dat het verkeer niet langs daar zal rijden. Dus heeft het niet veel zin, zeggen ze, dat die weg er komt. Maar ja. jullie zeggen, de ja. gemeente, wij zullen het zelf ja. betalen. Weggesmeten geld. Dat zeggen is, sommige inwoners. Wij moeten dat wel betalen. Dat is zeker geen weggesmeten geld. Dat is een zeer nuttig iets die dus een verbindingsweg tussen de Hotemstraat en de Stationsstraat hier moet komen. Ja. Want er zijn zelfs maar één bezwaar op heel de gemeente daartegen geweest. Dus als er maar één bezwaar is tijdens het openbaar onderzoek en tijdens een informatievergadering één bezwaar principieel tegen die weg op 8.500 inwoners. Dus dan denk ik niet dat we ons veel zorgen moeten maken. En en is het gaat, over, het gaat over een 300, 400 meter die wij zelf moeten betalen. Dus dat zullen wij doen. We zullen onze verantwoordelijkheid nemen. En hoeveel kost dat dan? De berekening, luister, ik heb hier nog geen berekening gemaakt. Dat zal wel misschien 2 miljoen euro of iets meer kosten, maar wij zullen dat zeker betalen en de gemeente heeft daar geld voor beschikbaar. Het is een zeer nuttige uitgave. Als men langs de ene kant wil het zwaar verkeer uit uw dorpscentrum hebben, moet je toch iets voor over hebben. Maar goed, als het agentschap nu zegt van kijk, het zwaar verkeer zal langs daar niet rijden. Het agentschap heeft dat zo niet gezegd. Het agentschap heeft een studie besteld om te weten, op basis van die studie, of zij moesten meebetalen of niet. En de inzet was in feite dat zij liever niet meebetaalden. Dus voor ons geen enkel probleem. Dus ik denk niet dat men zich kan wegsteken achter een studie. Ik denk dat men eerder het gezond verstandje zal moeten laten zegevieren. Mm -hmm. Iemand anders zegt: Die weg die zal er helemaal, die zal helemaal niet gemaakt zijn om daar zware vrachtwagens langs te laten passeren, want dat zal met versmallingen zijn zodanig dat de mensen ook niet te snel kunnen rijden. Geen ideale weg voor zware vrachtwagens. Ja, men kan er altijd van alles en nog wat over zeggen. In ieder geval, het zal de mogelijkheid zijn om de vrachtwagens die in die KMO-zone moeten zijn en andere vrachtwagens die door de gemeente moeten passeren, om hen daar door te laten. Dus die mogelijkheid zal zeker voorzien worden dat het geen autostrade moet worden. Daar zijn wij het mee eens. En van daaruit dat er een aantal flankerende maatregelen genomen zullen worden. Uh -huh. U gaat precies een beetje op, hè? Nee, waarvan? Ver ver van. Maar ik kan wel denken hoor, uit welke richting de wind waait. Ja, oké, okay. na 30 jaar. Vertel eens burgemeester, na 30 jaar, wat is uw grootste ontgoocheling geweest? Wel, uh, eigenlijk, dat is moeilijk voor mij om te zeggen wat is uw grootste verdienste of uw grootste plezier of uw grootste ontgoocheling. Ik ben een gematigd iemand in alle, in alle zaken en ik ben eigenlijk, ik zeg gematigd, tevreden. Een grote ontgoocheling, wat, dat, dat zie ik in feite niet. Mm. En een grote verdienste. Iets waarvan u zegt: Van dit heb ik nu echt bereikt, dit is waar ik voor sta. Maar ja, natuurlijk, dat is dan beschouwd over Hans, uw gemeente. Dus de verschillende, de verschillende gebouwen die allemaal opgericht zijn of een feestlicht hebben gekregen of dergelijke meer. Allee, het, het, het centrum Ballykouter en dergelijke meer. We hebben zeer mooie realisaties nu: een archiefgebouw, een nieuwe sportal. We hebben Hans, de gemeente, laten ons zeggen, een ander uitzicht gegeven in de loop van al die jaren. Dus globaal genomen stemt dat mij tevreden. Wat is uw grootste talent als burgemeester? Goh, ik, ben, ik tracht verzoeningsgezind uh, te zijn. Ik tracht gematigd te zijn. Ik tracht uh, ergens te luisteren, maar toch de knoop door te hakken. Uh, dus tracht een diplomatisch te zijn, laat ik laat het ons zo zeggen. Oké. Okay. Um, wat kan jij leren van je mensen? Leren, wel. Ieder mens weet iets, ieder mens geeft een bepaalde tip, ieder mens heeft iets goeds in zich. Dus van iedereen kun je iets leren. Het is van niemand dat je alles gaat leren, maar van iedereen kun je iets leren. En in de gesprekken met de, de contacten met de diverse burgers komt daar toch veel naar voren. Gaat u voor een volgende termijn? Well, Laten we zeggen, ik ben andermaal kandidaat, maar het is de kiezer die zal beslissen of dat effectief de werkelijkheid wordt. En waarom wil u terug burgemeester worden of aanblijven? Oh, waarom? Luister, ik ben, ja, zeer, ik ben zeer tevreden. Ik, in het West-Vlaams zeggen ze: je moet u jeunen. Wij jeunen ons onder de mensen. We kunnen veel doen voor onze gemeente. En dat uh, staat mij het meest van allemaal aan: dat ik veel kan doen voor de mens. Oké, okay, goed. U mag op de Witte Stip gaan staan ja? voor de volgende proef. Ik zou toch een beetje zenuwachtig worden. Ja, u mag... hoor, zat er mee zat iets te wachten. U mag recht in mijn ogen kijken. Ja, oei, oei. ja daar, in camera 5. En is heel mooi lachen. Ja. Oké, okay. goed. Het is een burgemeestersmarathon, dat betekent ja. dat u ook een beetje mag zweten. Oei, oei, ja. Dat... Daarom gaan wij één minuut lang een aantal zinnen op u afvuren en die mag u gewoon vervolledigen. Bent u er klaar voor? Ik denk het. Ik ben burgemeester omdat omdat ik dat graag doe en omdat ik graag bij de mensen ben. Mijn rapporten op school waren redelijk goed. Als kind was ik een brave jongen, denk ik. In de frituur bestel ik. Ik ga niet veel naar frituren. Waar eet u dan wel? wel ik, ga een keer, uh, ik eet het liefst thuis en dan een keer ergens uh, in een of andere streekrestaurant of zo. Oké, okay, goed. Wat is uw lievelingsgerecht? Oh, ik eet van alles graag. Ik ben zelfs tevreden met een pistolet met gehakt, ben ik zelfs tevreden. Een broodje met gehakt, maar anders uh, eet ik graag een keer uh, een fazant. Een fazant, oké, okay, goed. Dat zullen de jagers graag horen. Ja, ja, ik ken veel jagers. Als ik op het toilet zit, denk ik aan... Goh, aan mijn volgende afspraak. Ah, oké, okay. als ik een eekhoorn zie, denk ik aan... De natuur. Ik zou graag sorry zeggen tegen... Tegen al wie ik ongewild uh, misschien tegen de schenen heb geschopt. En toen ik nog jong en knap was, dan. Dan is die tijd al lang ver verloren, ver vervlogen tijd. Uh, toen was ik nog student. Ja, lang geleden. Zeer lang geleden. Burgemeester, dank u wel om langs te komen. En dank u wel om in onze glazen stembokaal uw verhaal te doen. Graag gedaan.